Vandaag begint de Nationale Voorleesweek. Studenten Kelly en Amber weten dankzij hun opleiding tot onderwijsassistent hoe belangrijk dat is. Hey, goedemiddag. Nou, moet je eens goed naar mij luisteren, jongetje. Het hele afgelopen jaar heb je me niet één keer uit de doos gehaald. Ja, het is belangrijk natuurlijk om in Nederland te wonen en ook de Nederlandse taal goed te spreken. Ja, ik vind het gewoon erg leuk dat wij dat dan mogen doen, zeg maar. Dat wij mogen helpen. Oh, arme Teun. Samen met collega-studenten werken ze mee aan een project van Humanitas. Eén keer in de week gaan ze op bezoek bij een gezin met een taalachterstand. Voor Kelly en Amber is dat het gezin Sentil Nathan uit Sri Lanka. Juf helpt me ook vaak met begrijpen, lezen en zo. Na schooltijd ook soms. Wat vind jij nou hele leuke boeken? Dit. Wat vind je ervan, van het voorlezen? Goed. Ja. Vind je het leuk? Ja. Van wat voor verhalen hou jij? Spannende en fantasieboeken. Ja, gaan we naar de volgende. Hoe gaat het? Ja, het gaat erg goed. Siani die komt er lekker bij zitten. En ze leest lekker mee, ze vindt het leuk, ze praat mee met de plaatjes en het gaat goed, ja. Zo weer klaar. Wanneer heb je het gevoel dat je geslaagd bent in je missie straks? Ja, we zijn er natuurlijk niet voor niet 3 jaar of zo, we zijn hier voor ongeveer een half jaartje. Dus ik denk niet dat je een heel groot verschil kan zien, maar ik zou het al heel leuk vinden als Sayani bijvoorbeeld gewoon echt al hele zinnen kan gaan spreken en zo. Dat lijkt me wel, ja, dat zou erg leuk zijn als ze misschien wel een woordje zou kunnen lezen. Ja, dat zeker. Ja. Doei! Doei! Doeg!